Vandaag op mijn thuis interview ik Edward van Kuilenborg bij de voetbalclub JSV. Dit is de club waar Edward zijn zoon spelen, hier in Nieuwegein. Waarom is deze plek eigenlijk bijzonder voor je? Nou, dit is de plek waar ik minstens 3 keer per week een paar dingen combineer waar ik helemaal gek van ben. Dat is de sport. Nou ja, buiten zijn is ook niet vervelend. En kijken naar mijn kinderen. Ik heb een tweeling van 8 jaar, 2 jongens, 1 eigen tweeling. En die voetballen hier en die trainen hier en die doen nog veel meer dan dat. Want het is ook het sociale aspect van zo'n voetbalclub. Dus hier ben ik vaak. En hoe oud waren ze toen ze begonnen hier? Ja, ze waren jong. Eigenlijk iets jonger dan je normaal begint in het eerste jaar F-elftal. Ze hebben 3 jaar in de F'jes gespeeld. Dus dat was 5 jaar geleden. 4 jaar geleden. 4, 5 jaar toen ze begonnen. Waarom voetbal? Het is de grootste sport in Nederland en de wereld. Er zijn ongelooflijk veel jongetjes die aan die sport doen. Dus dat heeft al iets van, ja, ik wil ook op voetbal. Maar eigenlijk vooral dat de jongetjes het leuk vinden. Als ze honkbal hadden gekozen of atletiek of wat dan ook helemaal prima. Dan had ik ook zo vaak denk ik aan de kant gestaan. Maar zij zijn helemaal voetbalmaf. Ja, ik was dat ook. De hele familie is het. Dus dat is eigenlijk automatisch zo gegaan. Dus jij speelde ook toen je jong was? Ik heb niet zoveel talent als zij hebben. Ik heb in Rotterdam gevoetbald. Alexandria heet die club. En wel in de hoogste jeugdteams vaak. En nog een jaartje in Amerika, een universiteitsteam. Maar dat was in een tijd dat men in Amerika heel hard klapt als je de bal hard kopte of heel hard naar voren schoot. Dus niet echt als je goed kon overspelen. Dus dat was vooral leuk. Maar wel het universiteitsteam met een hoop reizen. Dus ik heb ook altijd gespeeld, ja. Waren er nog andere sporten waar je ook aan meedeed of was het echt voornamelijk voetbal? Nee, ik heb eigenlijk bijna alle sporten gedaan, behalve honkbal. Mijn vader was een hele goede honkballer. Die heeft bij Neptunus gespeeld tot ze promoveerde naar de hoogste klasse. En die heeft altijd gehoopt dat ik een goede honkballer zou worden. Ik kreeg als baby al een petje en een knuppeltje. Maar dat is de enige sport die ik niet heb gedaan. Terwijl alle zoontjes van vaders uit dat team goed zijn geworden. Robert Eenhoorn, Van Nijten, De Bruin. Allemaal aanvoerder Nederlands team. Major League gespeeld in Amerika. Dus als die bij elkaar komen, is één jouw zoon. Ja, die van mijn vader is mislukt. Ik ben geen honkballer geworden. Maar bijna alle andere sporten heb ik redelijk gedaan. En nu het echte werk. JSV F1, de koploper in de eerste klasse tegen Desto F1. Momenteel doe je iets zelfsport toch? Ik ben van de uitdagingen, steeds een andere. Ik heb een tijdje geleden aan een vliegtuig gesprongen, wel met een parachute en nog iemand anders. Dat heb ik altijd willen doen. Maar ik ben nu voor mijn tweede marathon aan het trainen. Die is in Berlijn, zeer binnenkort. Ik heb de marathon van Rotterdam gelopen, maar het ging met een blessure niet helemaal lekker. Wel kunnen uitlopen. Dus het is nu 4 keer per week lopen en daarbij nog wat spinnen en wat fitness. En daarna wordt het golf, dat nu voorzichtig mee bezig, maar weinig tijd voor. En daarvoor was het heel veel tennis en heel veel voetbal en wat andere dingen. Maar nu dus hardlopen. Nou ja, hardlopen. Hoe ben je begonnen als verslaggever, presentator? Ik werkte bij Studio Sport als jongste bediende. Dat was een beetje koffie zetten, telexen scheuren. Toen nog uitgescholden worden door Kees Jansma en Mart Smeets. Dat waren de grote jongens. Omdat ik een beetje met talen sprak. En dan kon bellen naar Spanje. Wie gaf die voorzet bij Valencia Sevilla? En toen ben ik een keer bij een regionale omroep binnengelopen. In Rotterdam, waar ik vandaan kwam. En die zeiden, oh leuk, je werkt bij Studio Sport. Ga hier ook maar dingen doen. Maar ik kon helemaal niks. Ik kon niet interviewen. En zij dachten van wel. Dus ik stond opeens naast een camera interviews te doen. De cameraman heeft me toen gered en verteld hoe het moest. En na een korte tijd zeiden ze, weet je wat, één presentator is ziek en de ander op vakantie. Ga jij maar presenteren vanavond. Nou, ik zei, dat kan toch niet. Daar moet je opleiding voor volgen. Maar toch neergezet. Nou, ging helemaal verkeerd de eerste keren. Maar blijkbaar is het toch op een gegeven moment acceptabel geworden. En dat zag Studio Sport weer. En die hadden net uitzendingen erbij, sportjournaals. Ja, dan ga dat ook maar hier doen.
Dus eigenlijk puur toevallig. Waar ben je commentator voor geweest? Bij Studio Sport heb ik tennis en voetbal gedaan. Ja. Voetbal zelfs ook nog Champions League in Portugal. Dat was fantastisch. Porto tegen Real Madrid heb ik mogen doen bijvoorbeeld. In Nederland eredivisiewedstrijden. En tennis ook in California, Florida, India. Zo ook in de wereld wat gezien. Wimbledon, Roland Garros een aantal jaren. Dus dat waren de twee sporten waar ik echt de commentator bij was. Wat zie je zelf doen over 10 jaar? Heftige vraag. Ja, nou, ik heb een boekje. Ja. Er is een film geweest, de Bucketlist. Oh, de Bucketlist. Ja, waarin mensen ook een lijstje gingen maken met wat ze nog willen. Nou ga ik hopelijk niet snel dood. Maar ik had wel zoiets, hey, dat is leuk. Nou, dat is in plaats van een lijstje een boek geworden. Een boekje met daarin deze plekken wil ik bezoeken. Dit wil ik aan sport doen. Dit wil ik aan hobby's doen. Ja. Nou, dat is zoveel. En bijna iedere week kan ik een streepje zetten. Want het is ook bijvoorbeeld, hey, dat kerkje in Nieuwegein ben ik nooit binnengelopen. Ja. Weet je, dat gewoon eens kijken. Dus de loopiktoren wilde per se naar boven. Nou, voor elkaar gekregen om daar op het hoogste punt van Nederland te staan. 3, 2, 1, 0. Ja, ze beginnen te komen. Hij doet het. Zo werd bijna een maand geleden de grootste kerstboom ter wereld feestelijk aangestoken. Inmiddels zijn de lichtjes gedoofd, maar blijft de toren uniek. Want de Gerbrandytoren, zoals die officieel heet, was de grootste in Europa en heeft nog steeds het hoogste punt in Nederland. Een punt waar maar weinig mensen vanwege de strenge beveiliging zijn geweest. Vorige week nam ik jullie mee naar zo'n 100 meter hoogte. En dit keer gaan we met een piepklein liftje naar 200 en zelfs ruim 350 meter hoogte. Onder professionele begeleiding. Hard door de hoor. Mooi werk, joh, hè? Ja, dat is geweldig. Een hele apart show. Op zo'n hoogte werken. Het staan is al spannend, maar we werken helemaal ongelooflijk. Hoe balanceer je je privéleven met je carrière? Ja, het is heel onregelmatig. Alleen werk ik nu weinig en dat vind ik eigenlijk wel heerlijk. Het is niet meer dat ik 7 dagen per week werk zoals in mijn studio sporttijd vooral. Als je dan een Grand Slam toernooi had, was ik echt 14 dagen, nou echt 14 uur per dag aan het werk. 'S Ochtends 6 uur ging ik al kijken wat er allemaal was en dat ging door tot 1 uur 's nachts. Ja, ja dat was nog net voor de tijd van kinderen, dat kan niet meer, dat wil ik ook niet meer. Maar hard werken vind ik nog steeds geen probleem. Maar nu is de heerlijke mix van 3 dagen per week werken, een deel thuiswerken op momenten dat kan. Zelf sporten, naar die kinderen kijken, af en toe een reisje. Dat, het is eigenlijk schandalig voor woorden hoe ideaal dat is.